Je doelstellingen kwamen al eerder aan bod. Nu is het tijd om te beschrijven waarom het behalen van die doelstellingen niet zonder risico is. Bovendien moet je ook kennis opbouwen om de uitdagingen te overwinnen. In andere woorden, maak hier duidelijk dat dit project meer impliceert dan standaard engineering. Stap 1. Over welke kennis beschik je al? Hoe ver sta je reeds en wat heb je hier al uit geleerd? Wat is er al bestudeerd, gebouwd, getest? Misschien heb je een haalbaarheidsstudie of marktonderzoek uitgevoerd. We willen ook weten of je deze voorbereidende stappen volledig intern of met behulp van externe partijen hebt uitgevoerd. Misschien heb je, eventueel gesteund door de KMO-portefeuille, nieuwe technologieën of kennispartners leren kennen. Kortom, een goede voorbereiding toont aan dat je in het project gelooft en dat je een duidelijk zicht hebt op de resterende uitdagingen die je nog moet overwinnen. En dat brengt ons naadloos bij stap 2. Wat moet je nog bijleren? Je tracht te ontleden waarom je deze doelen niet van de eerste keer met beschikbare kennis kan bereiken. Waarom zijn er geen pasklare oplossingen? Waarom zijn er x aantal testen of prototype runs nodig? En waar zitten de grootste risico's? Tracht te omschrijven welke nodige kennisopbouw je verwacht te bereiken. Ook hier is onze tip weer, wees concreet en werk met cijfers waar mogelijk. Focus op de technologisch-wetenschappelijke risico's. Marktrisico's kunnen eventueel onderdeel uitmaken van je uitdagingen, maar ze kunnen niet de hoofdmoot vormen. Motiveer of je deze uitdagingen louter met behulp van interne mankracht of ook met externe partijen plant te overwinnen. Dat kunnen partners of onderaannemers zijn. En indien een deel van de kennisopbouw uitgevoerd wordt door andere organisaties, geef dan aan hoe je deze kennis zal verankeren binnen jouw bedrijf. Heb je daarvoor de juiste mensen met de benodigde expertise? Zijn er processen voorzien? En laat ik wat dieper ingaan op dat woordje kennisopbouw, want dat moet hier de focus zijn. Activiteiten die met intern of extern beschikbare kennis voorspelbaar kunnen uitgevoerd worden, zijn immers niet steunbaar. Je moet nieuwe kennis opbouwen om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Hierbij is het eindresultaat eerder onzeker, in tegenstelling tot standaard engineeringsactiviteiten die een voorspelbaar eindresultaat hebben en ook een voorspelbare inspanning vereisen. En dan nog dit. Bepaalde kennis kan reeds bestaan, maar niet vrij of commercieel toegankelijk zijn. Ook dergelijke kennisopbouw, indien uitdagend genoeg, kan in aanmerking komen voor steun. Zelfs als je project mislukt, is er wellicht bepaalde kennis verworven die waardevol is voor je bedrijf, zogenaamde spillovers. Vermeld dit. In veel sectoren is de nood aan verschillende iteraties een belangrijke indicator dat er uitdagingen zijn en dat kennis moet opgebouwd worden. Met andere woorden, dat het om ontwikkeling gaat. Breng dat dan naar voren. In andere sectoren gebeuren er echter ook veel iteraties als gangbare praktijk zonder veel uitdagingen en voor maatwerk in de plaats van kennisopbouw. Denk aan het typische maatwerk dat gebeurt in de softwaresector. Zoals eerder aangehaald, zijn kennisopbouw en uitdagingen belangrijke elementen waarnaar Vlaio kijkt bij de evaluatie van jouw dossier. Vandaar de vraag om hier nog eens kort en bulletgewijs de belangrijkste 3 tot 5 kennisstappen en uitdagingen op te lijsten. Waar liggen de prioriteiten volgens jou?